Het fundraisingsproject Recycling with a Twist is gisteren gehouden in Art Gallery Sukru Osso. De opbrengsten van dit project zijn afhankelijk van de grootte, bestemd voor nog uit te zoeken stichtingen of doelstellingen. Het publiek wordt in de gelegenheid gesteld via aankoop van hergebruikte spullen met een vleugje kunst een bijdrage te leveren aan dit project. Volgens Frank Weidenbos, initiatiefnemer van Recycling with a Twist, krijgt de organisatie gratis de spullen die zij verkoopt. Sommige mensen vinden dat het misschien te goedkoop is, maar waarom zou je dingen heel duur maken als je dingen gratis krijgt? Natuurlijk willen we er een prijsje voor, omdat we hebben ook onze onkosten. Maar de bedoeling is altijd, hoe meer geld wij binnenkrijgen, hoe meer wij doelen kunnen helpen. Weet je, dus dat is eigenlijk onze policy. En wat wij ook doen, is wij verzamelen zelf die spullen en wij reizen de spullen achterna. Dus het is niet zo dat wij dozen sturen en dat er een of andere stichting uit de dozen mag grijpen wat ze doen. Nee, wij zijn degene die zelf grijpen. Wij grijpen, wij verzamelen, wij pakken uit en wij, zoals gisteravond de hele nacht, pakken dan weer, zet het op tafel en zo. Dus dat is ons doel en dat is even wat anders dan anderen. Dat doen wij op die manier. Weidenbos zegt dat dit fundraisingsproject om de 2 jaar willen organiseren. Volgens de initiatiefnemer heeft recycling namelijk niet alleen te maken met kleding, maar ook een stukje milieubewustzijn. Het zonde, alles wordt weggegooid. Als je bijvoorbeeld naar het prachtige Atjoni gaat en je gaat de rivier op, wat we allemaal, die petflessen, al die rommel die je ziet, dat is niet nodig. Dat is niet nodig. Het is wel heel grappig dat we toen, even kijken, in 2013 begonnen, was het heel gemakkelijk om recyclebaar spul te kopen, zoals kartonnen bekers en dat. Die waren heel goedkoop, want mensen hadden nog niet een idee ervan. Nu zijn bij de Chinezen, is dat het duurste spul dat je kan krijgen. Een goedkoop spul dat namelijk niet in de natuur verwerkt wordt, al dat schuim, dat kan je heel goedkoop nog kopen. Dus wie weet een oproep dat misschien kartonnen, bekers en al die toestanden wat goedkoper mogen worden, want die zijn heel duur. Dus daarmee hebben we onszelf behoorlijk in de vinger gesneden. Frank Weidenbos, initiatiefnemer van Recycling with a Twist, we spraken hem gisteren tijdens het fundraisingsproject in Art Gallery Sukru Osso.